Hey, mijn pakketje is er. Kijk, top. Nou, we staan hier voor het automatische postapparaat. Dit wordt de toekomst. Dat klopt. Wij geloven dat dit de toekomst wordt. We zijn op dit moment bezig met een project voor Noorse Post. Dat doen we samen met Buddy Mobility en wij zelf. En het is een autonoom rijdend voertuig, een pakketautomaat op wielen. En dat gaat brief- en pakketpost rondbrengen. Ja, ik stel voor dat ik even laat zien hoe je er een pakketje uit kunt krijgen. Dat kan op een aantal manieren. De manier die ik zelf het leukst vind is via een appje. Dus ik heb een appje op mijn telefoon en de robot is met mijn pakket bij mij door de straat gekomen en heeft mij een bericht gestuurd van kom naar buiten, kom het halen. En ik ben hier bij de robot en ik klik open locker en daar gaat mijn locker open. En ja, ik haal mijn pakket eruit en kan weer terug naar kantoor of kan thuis naar binnen. Ik denk dat het een algemene trend is dat we in ons leven steeds meer automatisering en robotisering zien. En ja, het is een financieel ding, maar het is ook bijvoorbeeld in Noorwegen is het heel moeilijk om aan postbodes te komen. Dus ook vanuit capaciteit gezien is dit iets waar men toch op zit te wachten. En hoe wendbaar is het apparaat eigenlijk? Kan die hoge stoepjes aan bijvoorbeeld? Ja, het verschillende sensoren erop zitten. Er zitten lasers op waardoor hij precies kan zien op welke hoogte hij acteert en hoe hij moet rijden. Hij kan rondjes draaien. Hij weet precies waar hij rijdt en wanneer hij moet stoppen. Dus hij kan dat volledig zelf controleren, ja. En zie je dan ook rijden met een kenteken bijvoorbeeld? Nee, het is zonder kenteken omdat hij een bepaalde snelheid heeft. En hij rijdt ook op het voetpad. Dus het is geen auto, het is geen brommer of het is geen scooter. Als ik zo'n apparaat zie, dan moet ik ook denken aan mensen die nou, proberen zo'n kluisje open te breken of te vernielen. Uiteindelijk is het doel, als het echt de straat op gaat in samenwerking met een pakketvervoerder, dat er wordt gekozen voor een zwaar stuk metaal of staal wat tegen inbraak beveiligd is. Dus... En hoe snel gaan we dit apparaat nou in Nederland zien dan? Helaas heb ik geen glazen bol. Wij hopen heel snel. Als de pilotfase met Noorse Post is afgerond, dan weten we of dit product echt de markt op gaat in Noorwegen. En vanaf dat moment kunnen we hem verder uitrollen. Dit is wel echt een oplossing die ervoor kan zorgen dat mensen niet meer thuis hoeven te blijven op een bepaalde tussen 9 en 5. Maar echt op één moment thuis blijven. De pakketrobot rijdt voor. Je krijgt een melding op je mobiele telefoon en je haalt hem op.